op. Deze mensen durven ook, hè. Van die gekke lifters hier zo. Ga je achterop? Ja. Yo, what up en welkom dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video. Ja, 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 ja. En we zitten weer op de bike. Lekker man. Hop. Lekker. Heerlijk. Het is weer zover. We zitten op de Teneré. Dachten we hebben de Busa helemaal gecleaned. Helemaal klaar voor de verkoop. Dus die staat droog en schoon opgeborgen. En voorlopig blijft die daar nog even staan. We gaan toch binnenkort op vakantie. Dus we dachten, voordat ik wegga, pakken we gewoon nog even de bike. En gaan een heerlijk rondje doen. Dit weer, jongen, deze week gaat echt helemaal nergens over. Dan weer regen, dan weer onweer. Het heeft fucking gehageld. Niet normaal. Dus dit is wel weer echt een typisch Hollandse zomer. Dat is wel echt fucked up. Dus ik ben blij dat ik Loesoe ga. Lekker even de warmte opzoeken. Dus ik hoop inderdaad als we terugkomen, over een paar weekjes, dat het hier ook gewoon weer opgeklaard is. Maar buienradar kan je niet geloven. Dus wat doen we? We kijken gewoon naar boven. Hop! Ik zie geen grijze wolken. Ah, althans, een klein beetje. Maar in principe, het is warm. Het is droog. Dus we pakken gewoon de bike. En we gaan gewoon weer even een lekker rondje rijden. Vandaag dacht ik, we pakken een rondje Bergse Hoek. Maar dan pak ik hem wel gewoon binnendoor. Ik heb even geen zin in snelweg. Dus we pakken hem door Rotterdam Centrum. Gaan we richting Krooswijk, Kralingen. Daar als het goed is het bos door. Of we gaan langs de S. Even kijken hoe we gaan. En dan gaan we even naar Bergse Hoek. Daar heb je een soort van parkbos. Bergse Bos, Lage Bergse Bos is het. Wat ga jij doen, vriend? Uitkijken. En dan gaan we daar even een rondje. En daar heb je ook een mountainbikeberg. Dus een skiberg. En dan proberen we zo, woep, zo naar boven te gaan. Dus dat is wel, wel even nice. Dus we gaan nu gewoon lekker even uitwaaien. En gewoon heerlijk genieten van onze vrijheid op de bike. We hebben trouwens achterop hebben we even hoe heet zo'n ding? Zo'n beugel gezet. Voor de kist. De kist was nog niet binnen. De beugel wel. Dus ik laat het dadelijk even zien hoe die eruit ziet. Maar voor nu gaan we gewoon weer even lekker genieten. Zo, we hebben het SP Connect hoesje. Hebben we ook weer. Al beter hoor. Dus nu hoef ik de TomTom niet mee te nemen. En dan gooi ik gewoon mijn telefoon weer erop. Zo ook wel chill. En dan zijn we weer lekker in de Maastunnel. En dan als we door de Maastunnel zijn, dan zijn we bijna in het centrum van Rotterdam. En dan is het nog even een klein stukje rijden binnendoor. En dan als het goed is, eindigen we ergens in een Hillegersberg, Bergse Hoek. Ik ben er al even een tijdje niet geweest. Dus dat wordt even zoeken. Maar navigatie, ik heb Flitsmeister aan staan. En dan moet het helemaal goed komen. Hoppa. Zonder de B-killers klinkt die bike ook nog wel lekker hoor. En misschien zie je het wel een beetje, ik weet niet of je het op de camera ziet, maar links en rechts, ook midden op de weg, daar zie je de twee koplampen die ik hier aan de zijkant heb geïnstalleerd. Dus daar ben ik nog steeds heel blij mee. Ik heb echt een goed werkje geleverd, mocht ik zelf zeggen. Dus de draden zijn echt helemaal weggewerkt. Zelfs met de kabelboom, daar zit hij helemaal doorheen. En achter het scherm zit de draad. Dus daar ben ik echt super blij mee. Dus als we dan weer wat verre routes gaan doen, of gewoon een eigen route, dan gooi je de TomTom er weer op. Dat is toch fijner als naar beneden kijken. Ik ben wel heel blij dat ik hem echt hier heb gezet. Het was fucking chill. Nou, we moeten hier even kijken. Gaan we hier rechtdoor. Naar rechts. En dan gaan we richting die kubuswoningen. Hop, we moesten weer die GoPro even de batterij goed doen. Nou, hij was weer voortop bezig. Hij is echt fucking irritant. Maar goed, de GoPro, die doet het weer. En dan gaan we even
weer verder. Hop, door rijden nou. Haha, lekker man. Dit is weer echt van ouds man. Even kijken hoor. Van toen ik nog in Rotterdam woonde, waren we vaak te bekennen hier. Echt lekker man. Hij zie je rechtdoor gaat, kom je Kralingen. Zie je naar links en rechtdoor gaat, kom je in Krooswijk uit. Ben ik ook heel vaak geweest. Dus lekker weer oldschool in Rotterdam Centrum en Rotterdam Noord. En dan gaan we via Noord gaan we naar Bergse Hoek. Dat ligt een beetje een stukje erboven. Het is lekker man. Het is echt weer lekker even zo rijden. Voor onze neus gaan we gewoon even voor. Gewoon over het fietspad. Ik ben een grote fiets. Goedenavond. Nee, dus als je hier naar rechts gaat, ga je naar Kralingen. Dat is de wat duurdere buurt. En als je hier naar links gaat, ga je naar Krooswijk. Dat is echt een Rotterdamse volksbuurt. Dus het is altijd wel gezellig. Alleen veel criminaliteit. Dus je moet gewoon uitkijken waar en hoe laat en met wie je gaat. Maar ik heb het altijd naar mijn zin gehad. En Kralingen heb je natuurlijk ook wat mindere delen. Maar overal is Kralingen de betere buurt. Ook de grote namen van de politiek van Rotterdam, die wonen daar allemaal. We hebben allemaal grote huizen. Maar wat is Rotterdam nou aan het doen? Laatste tijd. Aan de randen van wat slechtere buurten, daar gooien ze het helemaal plat. En wat doen ze nou als ze plat gooien? Dan gaan ze nieuwe woningen bouwen. In dit geval zijn we in Krooswijk. En nu hebben ze nieuw Krooswijk gemaakt. Ja, dit is gewoon fucking niet normaal. Hier de nieuw Krooswijkse weg hebben ze het ook gewoon genoemd. Dus daar aan de overkant zijn ze ook aan het bouwen. Maar het nadeel is, het voordeel voor de stad is, je maakt van een, zeg maar, slechte buurt, hoe ze het noemen, maak je een wat betere buurt. Door er wat duurdere woningen te zetten, dat er gewoon een ander volk komt te wonen. Maar dit is gewoon fucking niet normaal man. Ze bouwen allemaal appartementen. Die beginnen met een minimale prijs van 5 ton. Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar 5 ton vind ik nog een aardig hoog bedrag. Zeker voor een appartement. Dus kijk hier ook. Wonen aan de Kralingse Plas. Ja, dat wordt gewoon een milie per huis. Niet normaal. Dus het is allemaal leuk, allemaal mooi dat ze al die buurten allemaal gaan oppimpen. Dat er gewoon een ander soort volk komt te wonen. Hier is trouwens Kralingse Bos. Ook heel erg leuk om gewoon even rond te lopen. Mocht je hier nog nooit zijn geweest. Het is een leuke route. Kan je helemaal door het bos hier. Het is nog best wel aardig groot. Links is tevens ook een gedeelte wat Hilligersberg heet van Rotterdam. Hilligersberg is wel echt een beetje het rijke gedeelte van Rotterdam. Je hebt ook gewoon normale woonbronhuizen te zitten, maar vooral zijn het de dure straten, grote huizen. Veel managers, directeurtjes en weet ik veel wat allemaal wat er zit. Het is altijd wel chill gewoon om te rijden. Gewoon, het ziet er goed uit, het is leuk om die grote huizen allemaal te checken. Dan heb je ook Terbregge, Nieuw Terbregge. Daar, als jullie de video's een beetje volgen, zijn we daar al een paar keer geweest. Bij het skatebaantje waar je zo die heuvel op kan. Dus op zich is het wel chill om daar te rijden. Wel een leuke omgeving. Maar om een huis daar te kopen, oef, moet je ook weer die doekoes hebben. Oei, joh. Fuck. Mijn flitsmeester die stond nog aan. Ik schrik me helemaal de tyfus. Hop, even opletten. Hier naar links. Oh. Dan ben je gelijk doof, jongen. Die geeft al harde piep dat die flitsmeester, of wat is het? Die geeft ineens een melding dat hier een flitspaal staat, maar ik ben gelijk fucking doof, gelijk piepen mooi. Die hoor ik trouwens al, maar nu nog één.
Hier zo flitspaal rood. Dus dan gaan we vier naar links en dan is het nog een klein stukje naar het Bergse Bos. En dan gaan we daar even een rondje rijden en dan gaan we richting die berg. Gaan we even kijken of we daar een leuke route kunnen pakken en misschien er even bovenop. En dan check ik dadelijk even of mijn rekje achter nog goed zit. Want ik zag dat ik twee schroefjes over had. Dus ik heb wel echt knijterstrak aangedraaid. Maar we moeten even checken of het allemaal goed nog vast zit. Maar ik heb veel trillingen natuurlijk. Maar altijd goed uitkijken als je wat vastzet. We zijn er bijna. Ja, kijk, als je hier naar rechts gaat, dan rij je volgens mij gelijk naar die route van die mountainbikebaan en van die berg, van de skiberg. Maar ik wil nog eventjes door het bos scheuren. Ik hoop dat het niet te glad is. En dat is gewoon niet deze, maar de volgende. En dan ga je hier het Lage Bergse Bos in. Hop, er komt niks aan. En kijk eens aan, joh. Wow. Ruikt gelijk ook een stuk beter. Heerlijk hier rijden. De laatste keer dat ik kwam was alweer volgens mij een jaar geleden. Met de GSX ben ik hier nog geen eens geweest, wel met de feest erom. En nu lekker met de Teneré. Heerlijk. Gelijk toch een soort natuurvibe krijg je. Je bent nog steeds in de stad. Maar het voelt toch anders aan. Hop, dikke drempel. Dan gaan we gewoon overheen met deze bike. Heerlijk. Dit zijn ze allemaal aan het vernieuwen en alles. Bruggetje aan het bouwen. Het is ook gewoon meer toeristisch. Dat ze het meer aantrekken voor mensen buiten de stad. Kijk, en dan als het goed is kan je hier... we kunnen wel even checken hoor. Kan je hier naar links. En dan ga je zo'n... een soort van wandelgebied in. Dus ik laat het gewoon wel even zien aan jullie. Maar dan keren we dadelijk wel gewoon weer. En hier heb je van die autobaantjes. En dan kan je hier gewoon even lekker chill lopen. Veel natuur. Veel bos. Dus dit is ook wel echt een aanrader. Even kijken, dan gaan we hierheen. Hop, hop. Gaan we hier rechtdoor. Hop, zo wat gras. Zo fucking glad nu. De hele dag natuurlijk weer geregend. Hoppa. Staat er omleiding Terbregge rechter Rottekade. Kijk dit dan joh. Nee, daar gaan we niet in. Daar leidt ook nergens naartoe. En hier, wat zit hier allemaal? Nee, hier heb je echt gewoon helemaal niks. Heerlijk zo. Hop, drempeltje doet ons niks. Hoppa. En dan volgens mij is hier ergens die berg inderdaad. Nee, hier zitten we wel goed. Paardjes. Hop, die paard ligt op z'n rug. Ja, ja, mevrouwtje, wat ga je doen? Ja, dat dacht ik al, dus ik nam al wat gas terug. Dan gaan we even hier kijken. Hoppa. Maar die zie ik nu niet meer. Dus we gaan gewoon even hier rechtdoor. Gewoon hier even koekeloeren. Misschien kunnen we hier dadelijk nog naar boven. Ja, we kunnen dadelijk daar ook naar boven. Gaan we gewoon daar even kijken. Lekker man. Vorige keer waren we daar zo. Hoe de fuck kom je daar zo? Dat is gewoon weer de hele andere weg. Even kijken hoor. Ja, daar waren we de vorige keer, maar hoe we daar toen kwamen, dat zou ik ook niet weten. Ik ben blij dat de DB-killers weer erin zitten. Anders was het echt een tyfusherrie. Kijk eens hoe nice man. Dit is toch wel lekker of niet?
Heerlijk. Hoppa. We moeten even kijken waar we naar boven kunnen. Even een goed stukje pakken. Dat is wel lekker hier. Pop, pop. Pauwtje. Kijk, ik wou echt dat ze dit gewoon voor motoren maakten, zoiets in Nederland. Dat is ook gewoon een stuk minder overlast. Maar nu moeten we dit doen. Ja, volgens mij was het hier ergens waar ik toen de laatste keer omhoog ging. Dus dat is ook wel leuk. Zou je hier naar boven kunnen? Het zou wel kunnen. Maar het is wel een klein risico. En dan gaan we even kijken. Pop, pop. Hoppa, kijk eens aan. Gaan we gewoon even hier. Eentjes zijn wel glad. Hop, achterbandje verslippen. Heerlijk. En we zijn er. Gaan we gewoon even de bike hier neerzetten. Gaan we even een mooi fotootje maken. Hop, en het gras. Hier bij dat ding. Lekker man. Op. We hebben nu zo'n standaard vergroter erop zitten. Dus als het goed is, hop, blijft hij gewoon staan. Lekker man. Kijk hier dan. Hop, dikke huizen daar zo. Daarachter allemaal flatjes. Van Rotterdam Oost. En daarachter is allemaal Den Haag, Delft, Zoetermeer. Heerlijk man. Ook een rust hier hè. Kijk de bike staan dan. Nice. Hop, we gaan even een fotootje maken en dan zie ik jullie zo weer. Oh, het is echt knijters warm nu met die helm op. Maar het is wel genieten hoor. Echt fucking genieten nu. Maar ik dacht, ik laat even het plaatje zien. We hebben deze erop gezet. In principe, hij zit vrij goed vast. Dus dadelijk gaan we hier de topkop voor opzetten. En dan kunnen we gewoon nog meer troepen meenemen. Ook gewoon leuk voor de video's. En dan gewoon nog meer spullen meenemen voor wat langere ritten. Allemaal veel chiller. Misschien nog wat extra camera's. Voor wat leuke hoeken. Maar dit is al vet toch? Heerlijk. Nee, maar genieten zo. Ik wil even daar naartoe kunnen. En dat kan gewoon. Dus we pakken de bike en dan gaan we die kant op. Boah, ik moet zeggen hoe ik de bike nu heb gemaakt. Hij ziet er wel echt 10 keer beter uit dan dat hele blauwe, zeg maar. Nu is die echt gewoon mooi zwart. De blauwe velgen matchen de bike ook gewoon echt heel goed. Het zwarte. Het mat zwarte dan eigenlijk. En dan heb ik het Yamaha logo hebben blauw gemaakt. Dus dat het toch een beetje matchen met elkaar. En natuurlijk de Instagram neem. Jullie weten hem ondertussen al. En nu met het rekje erop. Heel nice. Toen de telefoon weer even terug. Ik dacht van, ik ga toch wel eerst even lopen daar naartoe. Even kijken of we naar beneden kunnen. Natuurlijk gras. Moet even goed uitkijken nu. Nice. Op terug. Zeker een van die gekke paaltjes. We hebben zeker weer gebeld. En dan kom je terug en dan staan ze daar te wachten op je. Maar we zijn gewoon even aan het
even aan het koekeloeren. Dus voor nu houden we de cam gewoon even lekker aan. Mocht het geval weer dat ze komen zeiken, hebben we gewoon weer even lekker wat goede content. Hop, dit is ook wel dik hoor. Over het bruggetje. Gaan we hier weer eruit. Ah, beter, we komen hier uit. Dus dat is beter. Hop. En dan gaan we hier. Hoppa. Lekker man. Ah, dit was dan het... Een soort van mountainbike parcours. Die loopt dan hier helemaal naar boven. En hier is een skibaan. Vroeger was er downhill voor de mountainbike hier. Ik weet niet of die er nog steeds zit. Maar dit is echt allemaal nieuw. Een soort klimdingen. Is ook wel leuk om even te koekeloeren. Maar voor nu gaan wij gewoon nog even een lekker rondje doen. Op de Tenere voordat we op vakantie gaan. Dus hebben jullie nog vakantieplannen? Laat het even hieronder. Waar gaan jullie naartoe en wat ga je doen? Ik ga sowieso ga ik de GoPro meenemen. En dan gaan we even kijken of we nog daar wat avontuurlijk kunnen doen. Misschien een bike huren, quad huren. Misschien weer zo gek 120cc scooter. En dan neem ik even mijn chest harness mee. Om nou mijn hele helm mee te nemen. Daar heb ik ook gewoon geen zin in. Hop. Schappies, gratis shawarma. Hoppa, lekker hoor. Heerlijk altijd hier rijden. Dus dan gaan we even checken wat we allemaal gaan doen op vakantie. Maar sowieso gewoon even lekker chillen. Niet aan werk denken. En we gaan wel even de bike, allebei de bikes, gaan we sowieso missen. Maar dat komt helemaal goed. Als we terugkomen gaan we gewoon weer lekker knallen. Zijn we er weer helemaal klaar voor. Batterij weer opgeladen. En gewoon lekker genieten zoals altijd. Even kijken, waar moeten we naartoe? Gewoon rechtdoor. Hier is het fietspad. Er is een ruitenpad hier. En dan gaan we gewoon weer richting huis. Het begint al wat donker te worden. Dus ik hoop dat het droog blijft. Het heeft al heel de fucking dag geregend. En heel de week trouwens ook. Dus daar hebben we allemaal geen zin in. Hoppa! En dan volgens mij als we dit uitrijden komen we ergens in Berkel en Rode Reis uit. En dan denk ik dat ik gewoon weer de snelweg terugpak. En dan hebben we het wel weer gezien. Het liefst rijd ik natuurlijk heel de fucking nacht door. Echt, dit is echt gewoon, laten we zeggen, je betaalt de bike, je betaalt je wegenbelasting, je betaalt je benzine. Maar uiteindelijk is dit echt goedkoper dan een of andere gekke psychiater waar je zoveel euro per uur moet betalen. Waar je helemaal geen flikker aan hebt. Dus dit is gewoon de oplossing voor al je stress, al je problemen. Ga gewoon op die fucking bike zitten en ga gewoon lekker rijden overal. Ga op ontdekking uit. Ga gewoon op fucking avontuur. En je ziet vanzelf leuke dingen. Heerlijk dit. Durf gewoon dingen te doen. Ga gewoon af en toe een paadje in wat je denkt van ik weet niet of ik het in kan. Of het in mag. Hé, je leeft maar één keer hè. Dus doe gewoon lekker wat je wil. En geniet ervan. Ja, daar staat de popo te wachten. Dus dan is het makkelijk gezegd. Dan gaan wij gewoon hoppa, hier naar links. En hier rechtdoor, daar hebben we geen zin in. Tot ziens in de Rottemeren. Ja, 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 ja. Lekker man. En dit is ook tot ziens aan jullie. Ik ben snel weer terug. We gaan gewoon even lekker chillen. Even relaxen. En dan hoop ik dat jullie weer hebben genoten. En zoals altijd zie ik jullie weer in de volgende video. Laters.